Hoe was het nou zo, examen in coronatijd? Ja, het was wel leuk. Hard werken. Maar ja, het is gelukt. Mis je dan zo als je een tijd niet naar school kan als je in je examenjaar zit? Nee, nee. Ze hebben je goed kunnen ondersteunen? Ja, precies. En met hoeveel ben je geslaagd? Dat weet ik niet precies. Oké, nou in ieder geval heel veel plezier. Ga je nog op vakantie? Ik ben niet van plan om op vakantie te gaan. Dus. Nou, wat ga je in de toekomst doen? Toekomst? Ja, de bus op. Je wil buschauffeur worden? Ja, ik wil buschauffeur worden. Kijk, mooi begin. Dankjewel. Ja. Heel veel plezier nog. Ja, wij staan bij de directeur. Hoe was het afgelopen schooljaar voor u? Nou, als ik heel eerlijk ben, is dit wel het meest bijzondere schooljaar in mijn hele carrière geweest. En nou, voor ons als docententeam is dat niet zo heel erg, maar voor de leerlingen, die hebben toch echt wel een heel pittig jaar gehad. Alles is anders geweest, andere roosters, meerdere roosters. Ik geloof dat we in totaal 7 roosters hebben gehanteerd. We hebben delen vanuit thuis gewerkt, we hebben delen vanuit school gewerkt. En alle zekerheid die wij als praktijkonderwijs eigenlijk willen geven, is dit jaar heel anders geweest dan wij graag hadden gewild. En voorbeelden, wat was er dan echt anders waar jullie graag toch anders hadden gezien? Les op afstand, halve klassen, halve dagen. Dat zijn echt andere dingen. Als je terug gaat kijken naar december, dan hebben we eerst daar zeg maar gehad dat de scholen dicht gingen. Wij als praktijkonderwijs mochten gelukkig open blijven. Toen hebben we een tijdje hebben we volledig gedraaid. Toen kwam eigenlijk de anderhalve meter maatregel en dat was het moment dat wij ook moesten gaan schakelen en dat er eigenlijk veel minder leerlingen in onze ruimte aanwezig konden zijn. Dat is het moment dat we geschakeld hebben naar halve klasse, halve dagen en we hebben gezorgd dat leerlingen thuis konden werken en op school konden werken. Ja, en wat betekent dat dan voor het slagingspercentage? Want dat is natuurlijk normaal heel belangrijk voor een school. Ja, dat is belangrijk voor de school en gelukkig zien we dat ons slagingspercentage gewoon stabiel is gebleven. Dus dat is niet anders dan de afgelopen jaren. Kijk, dus daar heb je eigenlijk heel hard gewoon voor moeten werken omdat... Onze leerlingen hebben daar echt hard voor geknokt. Ja, nou, we hebben de juiste dingen laten zien. Ja, nou hebben we vanavond gezien een mooie ereronde rondom de school, zoals u het noemde. Ja. Hoe is het idee ontstaan? Ook weer in alle corona-ideeën. Kijk, vorig jaar was het helemaal niet mogelijk om iets te doen. Toen hebben we met een busje rondgereden. Eigenlijk hadden we het liefst een klassieke diploma-uitreiking. Maar op een klassieke diploma-uitreiking kunnen we geen afstand houden. Dus toen hebben we gedacht, van, nou, hoe kunnen we nu afstand houden en toch aandacht geven aan de leerling? Nou, als je het rondje gezien hebt, dan is ons hele team aanwezig geweest. Iedereen heeft contact kunnen hebben met die leerling op een veilige manier. Iedereen heeft afscheid kunnen nemen met die leerling. Ze hebben nog een aantal dingen van school meegekregen. En nou, dat alles in een gezellige entourage hebben wij gedacht van nou, zo zou het wel eens heel succesvol kunnen zijn. En als ik nou terugkijk op de avond, dan ben ik trots dat mijn team dat op deze manier georganiseerd heeft. Kijk, nu hebben wij vanavond ook wat leerlingen gesproken. En wat me eigenlijk opvalt er is, niemand die zegt, wat was mijn school saai. Ze vinden het allemaal helemaal geweldig en helemaal leuk. Waar is het geheim? Nou, waar is het geheim? We zijn praktijkonderwijs. Dus wij doen niet alleen maar theorie. Wij doen ook de helft praktijk. En het geheim is eerlijk gezegd wel het team wat erachter zit. Want ons team ziet die leerling, gaat voor die leerling en haalt het beste in de leerling naar boven. Daar zit ons geheim. Maar dat ga ik niet helemaal verklappen. Nee, dat snap ik. Want anders is het geheim ook echt. Precies. Als ik nou nog de laatste vraag mag stellen. Zien we dit volgend jaar weer? Of staan we dan toch weer met z'n allen in een klassikale diploma-uitreiking? Dat vind ik een hele moeilijke vraag, bijna een gewetensvraag, want ik vind dit heel erg succesvol, dit is heel erg gezellig. Het enige nadeel wat wij er als team aanzien is dat onze leerlingen hebben geen onderling contact. En daar moeten we eens eventjes goed over nadenken, want als we dit kunnen doen met leerlingcontact ook nog bij, nou, dan hebben we echt een bijna gala-achtige stoet die een kroon op het werk is, laat ik het zo maar even zeggen. Oké, dankjewel voor uw tijd en geniet er nog even na van. Dan. Ja? Dat ga ik zeker doen, want je ziet dat ik er zelf ook gelukkig ben. Ja, ik zie u helemaal glunderen, dus dat moet goed komen. Oké. Dankjewel. Ja, dames en heren, dit is de laatste achter mij, die komt op ooit. Dit was de video, dit was de diploma-uitreiking. Je bent de laatste! Ja, ik ben officieel de laatste, ja. Hoe was het? Ja. Je schoolcarrière? Het was... ik ga dat niet slijmen, maar het was... niet per se heftig, maar... Ik vond het niet per se... Ja, ik hoorde jou net daar iets zeggen, toen dacht ik, dat zei je wel heel mooi. Het was gewoon...
Ja, het was toch anders dan ik had verwacht. Maar het was wel gewoon? Ja, leuk. School, ja, dacht ik. Was, dat jij ging zeggen. Het was ook school, maar kijk, dit is... Ja, ik vond het nou niet dat ik denk van nu. Voor herhaling vatbaar, dat gaan we niet doen. Nee. Wat ga je in de toekomst doen? Ik ga in de bouw. In de bouw en nog een specifiek ding in de bouw, want de bouw is natuurlijk heel breed. Timmeren. En dan hoop ik eigenlijk, ja, maar dat heb ik nu niet tegen mijn ouders verteld, maar gewoon een eigen bedrijf. Liefst. Kijk, gewoon een eigen bedrijf, ja. Dat is de potentie. En, ja, zeker. En bouw je dan dadelijk ook hun huis uiteindelijk, ja, hun droomhuis? Ja. Ja, eigenlijk wel een droomhuis. Ja, dat is wel de bedoeling, hè? Dat is wel de bedoeling. Nou, ja. Geniet van je diploma. Heel veel succes en dankjewel. Dankjewel, jongen. Okay.